Land van bieten. Vlakbij het natuurgebied worden bieten van het land gehaald. Ik zie een tractor met een rooimachine en daaromheen cirkelen 3 John Deere's met kiepaanhangers. Er rijdt er nog een rond met zo'n direct het land weer netjes maken apparaat ervoor. Geen idee hoe zoiets heet. Ik bevind mij op redelijke afstand van het tafereel en heb er geen geluid bij. Er gaat rust van uit, al heeft het ook te maken met de blauwe lucht en het licht van de laaghangende zon. Voor de tijd van het jaar is het een prachtige morgen. De rooimachine wordt met een kalme gang over het land getrokken. De bieten vallen in een gestage stroom in de kippers en als die vol zijn, worden ze geleegd aan de kant van de weg. Daar blijven de gewassen liggen tot ze naar de suikerfabriek worden gebracht. Het land met bieten is behoorlijk groot. Kan niet anders of het rooien neemt de hele ochtend in beslag. En uit deze wacht een volgende akker. En een volgende. Op de een of andere manier is dat een geruststellende gedachte. De machines worden groter, sneller en krachtiger, maar het land bepaalt nog altijd het tempo. Er is geen jaar in mijn leven geweest dat er rond deze tijd geen tractoren traag over het land reden, omcirkeld door andere tractoren en dat er geen bergen bieten en aardappels langs de weg lagen. Het is een zo vertrouwd beeld dat het me eigenlijk al lang niet meer zou moeten opvallen. Maar dat doet het nog steeds.